is how hard we go. Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Quakecraft. Helemaal de shit, helemaal Wowzers. Helemaal Wowzer? Helemaal de bom, helemaal bom. Daar kom je hier. Waar ben je? Ja, dus ik kom hier. Oké, hoi. Ik wil je knuffelen. Ah, oké. En ik ga je ook een loodje opgeven. Oké. 4 seconden heb je nog. Ja. Ah, ja, gekomen. Oké, dat is wel goed leuk stond. GG. Oh, fuck. Oh, ik had een beetje lag spraak, sorry mensen. Ik ging een filmpje kijken van jou en Milan, maar is er een texture pack hiervoor? Ja, die is er wel. Maar ik weet zelf niet wat die texture pack is, dus... Moet ik Milan binnenkort even vragen. Ik heb een kill, en ik ben pro, en ik heb een... Oeh, waar ga jij in? Oh, ik ben bagger. Godverdomme. Ik ben dood. Ik ben nu al niet meer dood. Ik speel echt bagger. Wat een cupmap is dit. Yo! Leads hack. Wat een cupmap is dit. Ik kan maar raak, wat is dit voor onzin? Dit is een map stinkt gewoon. Ik heb dit spel. Dit is een map stinkt! Kun je een sniper in? Inzoomen? Nee. Op de vine. Ja, dat is wel badass als dat kan. Dat kan volgens mij ook gewoon. What the fuck? Ik had sowieso kills, G. Wat doet dit kutspel? Waar is iedereen? Ik loop hier net een rondjes. Ze vernachelen me. Ik heb gewoon nog maar 1 kill, man. Ja, ik ook. Ik heb 2. Kom hier, bitch. Oké, 3. Oh, ik dacht dat hij lag had, maar dan. Spawn killing en shit, fuck jou. Ja, ik was het. Simpsons did it! Ja, of niet? Nice, ik heb al 4 kills. Ik kijk gewoon niet eens goed achter me, misschien is dat het punt. Dat ik gewoon het gewoon echt recht voor me uitrennen. Ja, maar normaal werkt die tactiek altijd. Gewoon keihard voor je uitrennen en dan komt het wel goed. En in één keer denk je die bitches van kills, ik heb 5 kills, ik ben OP. Ah, pack. Weet er nervous mee? Ja, of niet? Nerf Casper. Ah, kick hem bang. Oh, fuck it. Ik kan niet eens recht door een gang in schieten. Lijkt man dat je kunt shut down. No. Fuck that shit, bro. Fuck mijn man. Jongens, willen jullie allemaal even Matthijs uitlachen? Hij moet soms nog werken. En ik ben nog klaar met werken, maar Matthijs moet fucking lang overwerken. Ja, omdat Casper en ik werken allebei bij de Jumbo. Sorry man, ik moet fuck jou schieten. Casper en ik werken allebei bij de Jumbo. Dat weten jullie waarschijnlijk wel. En Casper die moest het vanochtend en ik moet vanavond. Tenminste, Casper moest vanmiddag en ik moest... Eigenlijk moest hij vanochtend maar zichzelf slapen. Nee, ik heb het niet verslapen. Ik had gemeld dat ik niet kon werken 's ochtends. Oh. Omdat ik moest al gaan verslapen. Ja, oké. Okay. Maar het komt er dus op neer dat Casper moet 's middags en ik moet 's avonds. En Casper die weet dus dat er nog heel veel vracht is. En daardoor weet ik dus dat ik vanavond flink moet gaan overwerken. En ik heb ook geen niks uitgevoerd, maar dat doe ik nooit eigenlijk. Nou, ja, waarom zou je nooit uitvoeren? Ik heb altijd zoiets van, als ik smiddags werk, voer ik ook nooit uit. En dan heb ik zoiets van, wat boeit mij nou als die mensen vanavond langer moeten overwerken? Boeit mij geflikken, toch? Mm-hmm. Ik sta nu 9 kills. Ik sta 2 kills voor jou. Zolang ik op boven jou enig weekend goed. Ja, dacht ik al. Maar ik heb Milan geowned en daar gaat het om. Ja, nou en ik zeug Milan. Dat weet ik, dat doe je dagelijks. Oh, fuck. Double kill. Echt helemaal jouw ding. Wie heeft de double kill? Je weet niet, Red iCarly. Red iCarly! Hashtag Red iCarly. Nee, ze zijn gelijk met mij, dat vind ik ook niet lief van jou. Bitch. Bitch! Move! Bitch! Get out my way! Thijs? Ja. Fuck jou, ik wist dat jij achter mij liep. Op het moment dat je met Thijs zei, wist ik gewoon dat jij achter mij liep. Waarom zei ik in godsnaam ook ja? Je was raar! Wat is dit voor onzin? Daar is zo'n diepe zonde hier. Oh! Fucking uit de lucht geschoten, bitch! Je weet dat ik boven jou staan nu. Ja, je weet dat ik niet hack heb. Ja, je weet dat ze dan waarschijnlijk niet zo goed werken. Ja, of je weet, dat ik heb het geowned en ik ook door die kerel. Nou ja. Je snipe, bitch. Gaat om de tieten, Casper. Om de tieten? Toch? Beste. Dat zijn echt beste hoor. Yeah, dikke chasing is hier, uiteindelijk heb ik hem dan ook. Chase God, spawn killing. Kijk dat, ik ben 2 keer gekild door dezelfde in nog geen halve seconde. Oh, bitch! Je dikke oma. Hey. Dat vind ik niet aardig. Ik moet die kill lang hebben, jongen. 14 kills. Uit. Komt helemaal goed. Oh, bitch! Ik loop achter je!
Zeg maar een dikke turnaround doen. Als je de video terugkijkt. Ik was achter iemand anders aan het aanrennen. Ja, ik weet het. En ik zag dat hij daar aankwam, maar ik wist niet eens dat jij er eigenlijk achteraan rende. Oh, uit de lucht. Oh, uit mijn kont. Oh, fuck jou. Ik dacht dat ik jou al had. Ik ook. Ik dacht dat ik daar een video mee al had. Ben je een potje voorbij? Ik kan niet waarderen. Ik heb 16 kills. Oké. Ik heb toch best wel... 14, wat is deze? Ik heb toch best wel weer ingelopen op die tatas. Die rijke tatas. Oh, de KS was hier. Oh, als je de video terug ziet, zie je me echt de hele tijd achter jou aanrennen. Echt? Maar ik kon de hele tijd niet schieten of ik miste de hele tijd. Zo lelijk. Godver... Iedereen kan altijd bijna iemand kan herhalen, omdat ik om een hoekje kom, dan schiet iemand anders mee neer. Ja, zo kut. Nee, die was raak. Ik snipte hem uit de lucht. Ik vind wel chill dat er geen fall damage is. Die manier kan fucking dikke parkourings doen en shit. Ja, geen fall damage is ook nog leuk als mensen daarmee niet... gaan no live uit de lucht gaan sniperen, dan Ah, iemand heeft gewonnen. Fuck hem. Wie? Wilhelm 3. Fuck jou. Ex. Ja, je naam lijkt godverdomme Willem. Wilhelm. Nog potje?